Het aantal ouderen dat verpleeghuiszorg nodig heeft, zal in de komende 15 jaar een enorme groei gaan maken, blijkt uit nieuw onderzoek van ABF Research. Ondanks de groei van deze groep ouderen komen er niet genoeg verpleeghuisplekken bij. Vooral in Druten is procentueel gezien de zorg hierover het grootst. Niet alle mensen die hulp nodig hebben of die zorg vragen, hoeven per se ondergebracht te worden in een verpleeghuissetting. Wij zien dat met name waar een hulpvraag is op het gebied van lichamelijk gebied, dat noemen we dan planbare zorg. Dat zou heel lang prima thuis kunnen. Het wordt heel erg moeilijk voor die ouderen die heel veel problemen hebben met de structuur van de dag. Jacques pleit er dan ook voor dat er in het voorstadium al beter wordt nagedacht over hoe de toekomst eruit kan komen te zien. Het zou veel meer in de publiciteit moeten zijn, hoe gaan wij straks om met een hulpvraag van mijn ouders en hoe gaan we daarop inzetten. Wilt hij graag de hulp thuis hebben? Is het te regelen en te plannen door hem bijvoorbeeld een zorgwoning achter in de tuin te zetten, zodat wij nog een stukje toezicht op hem hebben? Of blijven we afhankelijk van het verpleeghuis en alle professionele hulp die daar is? Wij merken wel dat mensen heel erg lang thuis blijven wonen. Maar het grootste probleem is vaak dat kinderen in de paniekstand schieten omdat er iets acuuts gebeurt. Dan maar gekozen wordt wat op dat moment volgens de transferverpleegkundige het ziekenhuis kan en waar plek is. En dan worden mensen daar geplaatst. Voor Jacques is het dan vooral belangrijk dat er goed wordt nagedacht over passende zorg of hulp op maat per individu. Iemand die nog redelijk in staat, of een klein beetje in staat is om een ritme van een dag te hebben, geeft hij een plek waarin mensen om hem heen zijn, dat hij niet alleen is. Geef hem op tijd zijn natje en zijn droogje en begeleid hem als het nodig is naar het toilet. Dan is daar al heel veel hulp mee weggevangen. Die hoeft niet per se in een setting te zitten waar alleen maar verpleegkundigen en verzorgers om hem heen lopen. Ik zit gezien mijn leeftijd in de groep die over 20 jaar de problemen gaat veroorzaken. Nou, als ik het haal, tot daar aan toe. Ik maak me daar op zich zover zorgen over dat ik hoop dat degenen die op dat moment bij mij zijn en mij mee laten beslissen in mijn keuze. Dan maak ik me niet zozeer zorgen. Daarnaast speelt natuurlijk een punt, ja, het leven is een keer eindig. En moet je dan doorgaan tot het einde, tot je helemaal niet meer weet waar je leeft? Ook dat zijn afwegingen die je kunt maken natuurlijk als mens.